Hallo allemaal, ik ben Anna Magdalena Zijne, ik ben astrologe en coach. En ik heb mijn eigen astrologie en coachingpraktijk in Temsen. Vandaag wil ik jullie vertellen over de aankomende volle maan van 10 mei 2017. En deze volle maan is in Scorpioen. En Scorpioen is een teken van zaken afronden en zaken definitiveren. Scorpioen wil dingen veranderen, moet dingen veranderen, omdat het niet anders kan. We hebben de zon in stier. En stier, Scorpioen, is de as van bezittingen, van dingen willen vasthouden. Stier, materiële zaken die vastgehouden worden, bezittingen, financiën, geld, huizen, spullen. Spullen die misschien ook te wild ons kunnen worden, die te veel ruimte innemen in huis of te veel ballasten, die ballast worden. Spullen waarvan wij niet afscheid kunnen nemen. En Scorpioen aan de andere kant, alle zaken, emotionele zaken, zaken van het hart die wij niet kunnen loslaten. Mensen, omstandigheden, situaties. Maar ook bepaalde ideeën over onszelf en over anderen en over hoe ons eigen leven is. Dus wat ons hier gevraagd wordt, het wordt ons gevraagd om ons te ontkoppelen van bepaalde ideeën. En zaken los te laten en dingen anders te zien en anders te doen. En Scorpioen is een teken die heel moeilijk los kan laten. En die zich vastbijt in iets en die wil de zaken houden zoals het is. Dus bij deze periode van de volle maan zien wij beter onze aandeel in situaties. En zien wij ook misschien wat we goed gedaan hebben, maar ook wat we niet goed gedaan hebben. Dus we kunnen plukken onze zoete vruchten, maar ook onze bittere vruchten. En dat is van ieders inzet afhankelijk, van ieders leven en ook van ieders pad natuurlijk. Dus het is een heel persoonlijke weg. Wat dat Scorpioen voor jou kan inhouden en wat dat kan betekenen. Voor ene kan het een relatie zijn, een relatie dat toxisch is geworden, een relatie dat niet meer jou voedt, maar dat meer jouw energie vraagt. Voor andere kan de werkplek zijn, of een huis, of een situatie, of elke vorm van niet willen loslaten, niet kunnen loslaten. En er zijn zoveel factoren waar we niet los kunnen laten en is ook de moeilijkste wat een mens kan, wat een mens moet, om zich te afstand te nemen van situaties waarin helemaal verwikkeld is geraakt. Dus ja, Scorpioen vraagt ons in deze periode om zaken los te laten en deze volle maan vraagt ons om te kijken wat zijn de dingen die ons op ons plaats houden en waarvan we niet vooruit kunnen. Goed, wij hebben heel veel retrograde planeten en Pluto is retrograde en Jupiter en Saturnus. En in de periode dat de planeten retrograde zijn, worden meer en meer gestuurd naar het verleden en naar dingen die we gedaan hebben en de manier waarop we gedaan hebben. Dus het kan wel zijn dat we zien dat we niet goed gehandeld hebben, dat we het anders hadden moeten doen. En inzien ook waarom het noodzaak is om te veranderen, om dingen los te laten. Dus er kunnen veranderingen zijn in patronen van hoe wil ik leven, leef ik gezond genoeg. Misschien stoppen met roken, met drinken of misschien andere genotsmiddelen die ons beschadigen en ons lichaam niet ten goede komt. Dus nu zien we dingen en willen we dingen veranderen. En al deze planeten dat retrograde zijn, Pluto, als heer van deze volle maan, brengt ons in situaties waarin wij macht en onmacht ervaren en meestal heel onmachtig voelen. En dat we het gevoel hebben dat het lot met ons zijn spel doet en dat we een speelspel zijn geworden. En dat we niet kunnen kiezen, dat we niet kunnen handelen. En het kan een frustrerende periode zijn, omdat we niet vooruit kunnen.
En dat zijn de retrograde planeten die ons eigenlijk terug naar afsturen naar de periode waarin we bepaalde keuzes gemaakt hebben, bepaalde handelingen hebben gedaan, waardoor we nu inzien dat we op een verkeerde pad zijn gekomen. Of juist op een heel goede pad. Hè? En dan hebben we te maken met aanpassingen en met verbeteringen. Maar hoe dan ook, alle retrograde planeten hebben te maken met zaken anders gaan doen. Terugkijken naar verleden, naar relaties, naar vriendschappen, naar keuzes die we gemaakt hebben. En dat anders gaan doen en dat heraanpassen. Dus laat maar dingen goed doen. Wij hebben ook de kracht om dingen goed te doen. Pluto maakt een driehoek naar de zon. Het is een heel krachtig aspect die ons heel veel potentieel geeft om goed te kiezen, om goed te doen. En Jupiter staat in een vierkant met Pluto. Wat het ook een verandering kan brengen in de manier waarop wij denken en waarop wij onze groei zien. Dus het zit hier heel veel potentieel om dingen anders te doen. Alleen kunnen we nog niet vooruit. Dus alles wat wij nu doen is zo een klein beetje trappen op de plaats om later vooruit te kunnen. Dus een zeer belangrijke periode. Raak niet gefrustreerd. Alles wat je nu doet is heel belangrijk om later te gaan handelen. Dus geniet maar van deze volle maan en doe de werk die de kosmos jou vraagt in deze periode. En als je stroomt met de kosmos en de kant dat je gestuurd wordt en geleid wordt, dan krijg je alle winden in de rug. En soms is een tijd van wachten en soms is een tijd van handelen. En zo'n periode met al deze planeten retrograden en met een volle maan in Scorpioen is een tijd van wachten. Het is een tijd van evaluatie. Dat was het zo'n beetje. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in astrologie en beginners zijn, ik heb een astrologiecursus ontwikkeld dat online is. Is opgebouwd uit 5 delen, allemaal online films en met begeleidend materiaal en met half uur telefonisch gesprek of Skype gesprek met mij. Het is echt een cursus die alleen voor beginners bedoeld is. Voor mensen die gewoon niks weten over hun eigen horoscoop en over astrologie. En op die manier leer je stap met stap je horoscoop berekenen en begrijpen. En het is een springplank voor een vervolgcursus astrologie die ik hier in Temse ga geven in de nabije toekomst. Dus als jullie geïnteresseerd zijn in die online cursus, je kan op mijn website meer informatie erover vinden. Mijn website is www.anna-magdalena.be. En voor maken van afspraken voor horoscoopconsulten kan je mij bereiken via annazijne@gmail.com. Voor mensen die op de hoogte willen blijven van mijn video's, abonneer op mijn kanaal, dan ben je altijd up-to-date. Ik wens jullie een goede dag.